Dag Mirjam. Hoi. We zijn hier in de boomgaard bij, bij het gemeentehuis. Je wilde graag bij het hart afspreken. Beginnen, ja. Vertel eens. Hartstikke mooie plek. Nou, deze plek, daar heb ik ook wel mijn hart aan verpand. Op zich ben ik er niet bij betrokken, maar dit is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. En dat is opgehangen tijdens een actie van de omwonenden. Die wilden graag deze boomgaard behouden. En niet alleen dat die behouden is gebleven, maar is eigenlijk ook nog ontzettend veel mooier gemaakt. Dus ik vind het gewoon mooi om elkaar hier te ontmoeten. Ja. Mirjam, jij als lijsttrekker, maar je bent geen echte bokser, hè? Veel lijsttrekkers zijn echt mensen uit Boksel. Bij jou is dat niet zo. Vertel eens, jij komt uit Limburg. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg, maar het merendeel van mijn leven heb ik toch echt wel hier al in Boksel gewoond. Hoe lang is dat? Ik denk dat ik nu 23 jaar hier al in Boksel ben. En eigenlijk sinds de kinderen er zijn, en dat is nu morgen 21 jaar... ben ik echt veel beter verbonden hier met Boksel. Eigenlijk ben jij toch wel bekend als activist, milieuactivist. Vertel daar eens wat meer over, want hoe komt iemand dan nu als lijsttrekker? Nou, ten eerste, wat is activisme? Een tijd heeft het geduurd voordat ik mezelf activist noemde. Inmiddels noem ik me wel zo, want ik merk gewoon, het is iemand die begaan is met de maatschappij of met verduurzamen en je staat ergens voor. En dat is zonder een politieke agenda. Nou, en inmiddels heb ik ontdekt vanuit activisme, het is nu gewoon heel erg nodig om activisme de politiek in te brengen. Dat we echt weer met vuur strijden waarvoor we staan en dat wil ik in de politiek gaan brengen. Maar is activisme dan alleen maar begaan, of tenminste dat is begaan zeg je? Maar zijn mensen die niet activist genoemd worden, dan niet begaan? Die zijn toch ook begaan? Nu druk ik me in die zin te sterk uit, maar het echt ergens voor staan en niet... We zitten nu in een systeem waar het eigenlijk om geld draait. En we zien eigenlijk dat we als loszand aan elkaar verbonden zijn. En je merkt op het moment dat we weer één geheel gaan vormen, dan kunnen we ook wel met z'n allen die verbinding vormen. En dat zou ik eigenlijk in de politiek willen brengen. Dat we niet vanuit losse delen zaken op de politieke agenda brengen, maar het systeem veranderen. Maar hoe ga je dat dan doen? Hoe kun je dat dan doen om dat verbinding te houden? Er zijn al goede stappen hier in Boksel gezet. Dat je bijvoorbeeld het wonen één keer per jaar groots gaat bespreken en niet iedere raadsvergadering over details met een hele groep mensen in gesprek gaat. Maar gewoon één keer per jaar zet je het op de agenda en dan praat je niet alleen over wonen, het bouwen van huizen, maar dan denk je in het grote geheel van het is niet alleen het bouwen van nieuwe huizen, maar ook het ontdekken van bestaande grote gebouwen. Wat zou ik daarmee kunnen doen? Hoe zou ik ze kunnen transformeren? Heeft het ook iets met je beroep te maken? Mijn beroep, dat ben ik zelf. Hoe heet dat? Ik ben klimaatcoach. Tegenwoordig heb je voor alles een coach. Nou, ik ben klimaatcoach. En wat ik eigenlijk doe, is groepen mensen aan de hand nemen om te verduurzamen. Het is namelijk gebleken dat als we ieder voor zich moeten verduurzamen, dat gewoon ongelooflijk lastig is. En dat het in een groep, in een kleine groep, veel gemakkelijker is. Het zijn meestal groepen rond de 8 personen, waarbij ik ook heel erg oplet dat ze elkaar stimuleren en dat je elkaar niet afvalt wat je nog niet hebt gedaan. Bijvoorbeeld iemand die zegt van ik heb al heel mijn huis geïsoleerd, dat iemand anders die dat niet heeft denkt dan van oh verdorie, ik heb mijn huis nog niet geïsoleerd, ik ben nog niet zover. Iedereen zet zijn stappen, iedereen zet op een bepaald moment stappen en dat je daar respect voor elkaar hebt. Hoe doe je dat allemaal thuis? Thuis hebben we echt al heel veel verduurzaamd, ons huis, hoe ik kleding koop, hoe we eten. Maar wat heel interessant is, hoe onze kinderen daarop reageren. En die zijn natuurlijk een soort vergrootglas en die houden me ook bij de tijd dat ik niet veel te hard moet lopen met mijn verduurzamen. Dus ik word regelmatig thuis teruggefloten. Hoezo niet te hard mag lopen? Waarom is dat?
Ik heb ongelooflijke haast. Ik weet hoe het met het klimaat gesteld is. En daarom ben ik ontzettend getriggerd om dat te versnellen. En wie thuis is daar de grootste boze persoon die dat jou probeert te remmen? Nou, onze oudste wordt morgen 21 jaar. En die had echt zoiets van, oh mam, alsjeblieft. Nou, niet weer dat woordje verduurzamen. Maar van de andere kant, zij mag zijn wie ze is. En dat is ook oké. Mirjam vertelde net over je kinderen. Een van je kinderen heeft een chronische ziekte. Onze jongste die heeft diabetes en neuropathie. En eigenlijk vanaf dat hij 4 jaar is, bepaalt dat wel een groot deel van ons gezin en ook van mijn tijd. Voorheen had ik gewoon een baan in het bedrijfsleven. En daarna heb ik van huis uit heel veel dingen gedaan. Veel initiatieven hier in Boksel op de kaart gezet. Omdat het gewoon heel goed te combineren was met de zorg thuis. En het geeft ook gewoon lucht om niet alleen met de zorgen thuis bezig te zijn, maar kijken hoe de wereld ervoor staat en daar mee aan de slag te gaan. Het is in ieder geval duidelijk dat je daar druk mee bent, geweest ook altijd. Ja. Heb je nog tijd voor andere dingen? Bijvoorbeeld hobby's? Waar ik nu mee bezig ben, is een project en daar zou ik eigenlijk wel mijn baan van willen maken, omdat er heel veel idealen van mij in zitten. Waar ik mee bezig ben is zwam op stam. Je hebt een boomstam en daar je ziet nu in het bos dat er heel veel zwammen opgroeien. Ja. En dat proces kun je eigenlijk ook nabootsen. En zo kun je zwammen gaan opeten. Dus wat ik eigenlijk doe, ik creëer eetbaar hout. Wat is eetbaar hout? Eetbaar hout, het feit dat die zwammen, dat je dat kan gaan eten. Wat ik heel erg vind is dat bomen gekapt worden. En als ik daar langs fietste, nou, dat deed mijn hart zeer. En nu heb ik een manier gevonden om met die reststukken hout weer iets moois te maken. En notabene ja, zwammen die gewoon hartstikke lekker zijn. En bovendien past het eigenlijk ook wel in mijn verhaal. Ik zou graag hebben dat we met z'n allen minder vlees eten. Dat is beter voor het klimaat. En zwammen zijn een heel goede vervanging voor eiwitten. Dus als we niet meer de vlees-eiwitten eten, dan kunnen we met z'n allen aan de zwammen, aan van de paddenstoelen, zoals je het wel heet, champignons. Ik denk altijd niets anders hoor, met zwammen, maar dat doen ze wel eens in de politiek. Jij duidt op gezwam van Mirjam. Zo heet dat bedrijf waar ik mee bezig ben. Nee, ik hou ook al van humor. Mirjam, jij zei in ons voorgesprek dat je een avontuur aanging. Vertel eens. Ja, voor mij is de politiek echt wel een avontuur. Maar ik ga het graag aan, omdat ik vanuit activisme heb gezien dat het grote, de keuzes rondom het geld worden toch ook in de politiek gemaakt. En daar wil ik dan mijn steentje aan gaan bijdragen. Want we kunnen individueel wel allemaal gaan verduurzamen of allemaal sociale projecten aangaan. Maar ik denk toch dat het aan de systeemverandering is. Dat we niet meer allemaal als losse ikjes ergens voor of ergens tegen zijn. Maar dat we met z'n allen de verbinding zoeken. Nou sta je dus als lijsttrekker. Stel dat je gekozen wordt. Maar je bent ook bekend als activist. Ben je zo straks in de raad ook zo'n activist? Die activist die haal je er niet uit. Als ik voor mijn punten ga, dan ga ik ervoor. En van de andere kant besef ik ook heel duidelijk dat we in Boksel vooruit moeten. En moeten kijken naar wat elkaar verbindt en daarmee verder moeten. Maar hoe ga je dat anders doen dan bijvoorbeeld Anja van Heijnen, jouw voorgangster? Die stond ook voor haar punten. Ja. Wat maakt het dan anders? Ik denk dat Anja echt wel al een voorzet is van hetgeen zoals ik het zou gaan aanpakken. En Anja heeft gezeten in een bepaald moment. En nu is eigenlijk nog beter duidelijk dat er bepaalde veranderingen nodig zijn. En dat het niet alleen ook nodig is, maar dat we ook zien dat het kan. Elektrisch rijden is mogelijk. We zien zo'n initiatief als hier, dat het niet alleen de zonnepanelen, het is allemaal mogelijk. Dus in eerste was dat nog een vraagteken. Als jullie gekozen worden in de raad en ook nog eens in het college zouden komen, hebben jullie al iemand voorgedragen als wethouder voor financiën? Ja, klopt. Rob Forstenbos. Ja, heel bijzonder dat je als zo'n kleine partij dat nu al zo openlijk doet.
Ik begrijp dat je dat zegt, maar onze ambities zijn groot. En we hebben zelf echt al de overtuiging dat we met een aantal zetels hier in de raad komen. En dan is het ook niet meer dan logisch dat je vooruitkijkt. En voor ons zijn financiën heel belangrijk. Eigenlijk voor iedereen in Boksel. En met name voor ons, want we willen gewoon per se niet dat er bezuinigd wordt op duurzaamheid. Dus we moeten goed voor de schatkist hier zorgen. Dan wil ik toch wel iets zeggen. Want duurzaamheid is natuurlijk wel een issue, maar er zijn nog zoveel andere als... Ja. Het hele verkeersprobleem hier. Denk aan de ouderenzorg. Zo kan ik heel veel dingen noemen. Ja. Duurzaamheid hoort er ook bij. De energietransitie die ook nog heel veel geld kost. We hebben ook even wat van zeggen? De energietransitie die heel veel geld kost. Het is inderdaad, het gaat geld kosten. Maar op het moment dat we nu niet handelen, krijgen we een veelvoud van die rekening. Dus we moeten nu wel inzetten op energietransitie. Maar de wethouder zal straks een afweging moeten gaan maken in de verschillende projecten die gestart moeten worden. En dat is niet altijd de energietransitie. Dat zal niet alleen de energietransitie zijn. We hebben ook daar oplossingen voor. Bijvoorbeeld op het moment dat je de VLK, dat is de verbindingsweg, de verbindingsweg, Ladonk. En eigenlijk, als je hier de land, je hebt Boksel, Oosterwijk en dan krijg je een iets snellere vertakking en die gaat langs de Campina. Op het moment dat je die niet aanlegt, wat heel redelijk zou zijn, omdat inmiddels de N65 is aangelegd die Tilburg en Den Bosch verbindt. Dus het is heel makkelijk voor met name vrachtwagens om die weg te gebruiken. En dan besparen we met z'n allen 1,5 miljoen die we heel goed inderdaad voor die potjes allemaal kunnen gebruiken. We hebben ook nog heel veel andere projecten lopen als de noordelijke ontsluitingsroute. Die zit daar ook dicht tegenaan. Ja. Die dan ook niet? Die zeker niet. Nee, die zeker niet. Omdat op het moment dat je de Keulse baan verbetert, dan krijgen we gewoon een goede toegang tot Ladonk en dan is het meer dan voldoende. En daarmee hebben we de oplossing? Zeker omdat we ook nu in de coronatijd merken van mensen rijden minder op de weg. Het zal er na corona anders uit gaan zien. En dan hebben we die wegen niet meer nodig. We denken ook dat op de A2 een derde aansluiting noodzakelijk is om eigenlijk de wijken beter te laten toestromen tot de A2. Ja, dat was ook noordelijke ontsluitingsroute ook, hè? Dat is de derde, denk ik. Maar die gaat zeker weer ten koste van natuur. En je ziet nu dat Heem van Celis komt erbij. Nog overal komt bebouwing. En een derde aansluiting op de A2 zal gewoon betere doorstroming geven. Nou, in ons voorgesprek had je het over iets en ik kan het niet meer reproduceren. Ik heb het wel op papier gezet. Mm-hmm. Dus ik kijk het eventjes op papier en lees ik het even voor hoe dat het luidt. De noodzakelijke veranderingen van fossielvrij bieden een lonkend perspectief. Ik begrijp het niet, dus leg mij eens uit. En we staan nu eigenlijk voor veranderingen. We zien dat we grondstoffentekort hebben. Er is een biodiversiteitsprobleem. Coronacrisis, het ene probleem na het andere probleem. Het ene probleem nog groter als het andere probleem. Maar van de andere kant zijn we ook in een ontzettende tijd van uitdagingen. De uitdaging om met minder grondstoffen hetzelfde te bereiken. De uitdaging om mensen weer plezier in hun werk te geven. Heel veel mensen hebben gewoon geen plezier meer in het werk wat ze doen. En wat is dan wel niet mooier als er bijvoorbeeld met een basisbaan mensen weer wel nuttig kunnen zijn voor de maatschappij. Zo is het ook dat als we onze omgeving groener inrichten, bijvoorbeeld zoals hier met die fruitbomen, dat geeft gewoon een ontzettend goed gevoel. En als mensen samen even een praatje kunnen maken over de oogst hier. We zagen net nog een mevrouw appels plukken. Nou, die staat er lekker appelmoes van te maken. Zo zie ik dat we met z'n allen, door al die veranderingen, zie ik eigenlijk weer een hele mooie wereld ontstaan. Ik hoor ook heel veel dingen die wat verder gaan dan Boksel. Als ik dat dan hoor, dan denk ik van, zit je dan in een Bokselse raad wel op de goede plek? Want jij bent heel erg geneigd om dingen heel groot te maken. En ik snap het, milieu gaat ook verder dan Boksel natuurlijk. Ja. Zit je dan in de raad wel op een plek, op je plek? Ja, heel duidelijk. Je kent Think Global, Act Local. Nou, dat is dan wat ik doe. Ik denk, hier voeren we gewoon lokaal uit wat er voor de hele wereld noodzakelijk is. En als iedereen dat lokaal doet, nou, dan wordt het hartstikke mooi. Maar zou dan de ambitie zijn om op termijn ook wat verder te gaan naar de landelijke politiek? Nee, mijn keuze is juist om hier aan de slag te gaan. Ja, om te beginnen, maar om in de toekomst?
laat ik eens eerst hier beginnen. En ik ga er ook vanuit dat het gaat om 5,5 jaar. En dat wil ik goed gaan doen. Dat is de termijn die, waar nu mensen voor gekozen worden. Als je dan straks over 5,5 jaar terugkijkt, wat moet er dan gerealiseerd zijn? En dan wil ik dat onze gemeente heel goed samenwerkt met alle burgerinitiatieven die er zijn. Dat inwoners het gevoel hebben dat de gemeente goed naar ze luistert. En dat de gemeente gebruik maakt van de kennis die op straat ligt. Dankjewel. Mirjam, een leuk, interessant en leerzaam gesprek. Ik wens je ontzettend veel succes met de verkiezingen. En wie weet tot dan. Ja, hartelijk dank. Daar in de gemeenteraad gaat het gebeuren. Tot ziens. Bye bye.